Mijn naam is Marianne Voorthoren. Ik ben 36 jaar geleden geboren in Rotterdam en getogen in en rond Rotterdam, nu woonachtig in Sjaarloos. Ik heb hier gestudeerd en ben nu werkzaam als directeur van SPIOR, de Islamitische Koepelorganisatie in Rotterdam. Welkom. Dankjewel. Je bent geboren in het Eudokia ziekenhuis in het oude Noorden Rotterdam. Toen je studeerde bestuurskunde, deed je je boodschappen, want toen was je student bij de Erasmus Universiteit, goedkoop je boodschappen halen bij Den Toom. Het zijn twee plekken van het oude, tussen aanhalingstekens, Rotterdam. Is het jouw stad? Ja, absoluut. Ja, echt in hart en nieren. Echt heel erg verknocht aan. Waarom? Als er zoiets is als een soort stadsmentaliteit, vind ik wel de no-nonsense, de humor ook in Rotterdam, daar hou ik ook wel heel erg van. En hè, dat, zeg maar, het aanpakken, gewoon niet inderdaad geen woorden, maar daden. Misschien moeten we af en toe ook wat meer woorden, maar in ieder geval woorden en daden. Ja, dat spreekt me heel erg aan. De dynamiek in de stad, de veelzijdigheid. Ja. Ja, ik vind het prachtig. Toen je ging trouwen, ben je moslima geworden. Je bent protestants gedoopt en opgevoed. Ik kan me voorstellen dat een moeder, jouw moeder, op het moment dat je met die mededeling kwam, dat ze wel vragen aan je had. Ja, absoluut. Ja. Wat voor vragen had ze? Het was ook niet altijd misschien in de vorm van vragen, maar even ook veel zorgen. Waar maakte ze zich zorgen? Ik denk dat het niet zozeer, zeg maar, alleen persoonlijk naar mij of naar ons was. Maar het hing ook heel erg samen met eigenlijk het beeld van islam. Ook in de wereld, zeg maar, in bredere zin. Kan je dat voorstellen van je moeder? Ja, kan ik me voorstellen. En dat was inderdaad van moeder, ook van andere familieleden, ook wel vriendinnen. En daar kwamen bijvoorbeeld dus ook beelden bij van, ja, straks dan ontvoert hij je kinderen. Hè, dat soort beelden kwamen erop. En straks mag je niet meer naar buiten. En dat heeft dus eigenlijk niets persoonlijk met bijvoorbeeld mijn man te maken of met mij. Ik ben niet zo, hij is niet zo. Maar het zijn van die beelden die dan, nou ja, de zorgen die dus bovenkomen. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, ja, en ja. Hoe zijn die gesprekken gegaan? Want... Nou ja, dat is natuurlijk wel moeilijk. Ik denk overigens dat er ook iets breder speelt. Ik denk dat bij iedere ouder heeft verwachtingen voor zijn of haar kind. Vanuit het idee van, hè, dat heb ik meegegeven en dat is goed voor mijn kind. Dus echt vanuit die liefde. En als een kind dan uiteindelijk een andere weg kiest, dan is dat altijd pijnlijk, volgens mij. Hè, dat kan ook voelen als een soort afwijzing van wat je hebt meegegeven. En ik heb altijd geprobeerd duidelijk te maken van, dat is het niet. Ik ben dankbaar voor wat je me hebt meegegeven. Maar dit is mijn weg. Het is wel pijnlijk even, maar ja, het vergt tijd en geduld. En je bent goed. Een vrouw die duidelijk eigen keuzes maakt, ja. Volgens mij. Als je nou de tijd kijkt, Marianne, voordat je moslim werd en daarna. Mm-hmm. Zijn er dingen die je wel eens mist? Nee, eigenlijk toch niet echt. Dat klinkt misschien heel alsof het allemaal ideaal is, maar ik heb niet het gevoel dat er iets ontbreekt. Je gaat niet zomaar naar het strand of naar het zwembad. Het kan wel, maar dan moet je altijd iets organiseren, zeg maar, dat het dan met vrouwen bijvoorbeeld is. Ja. Toch mis ik dat niet, want ik zou mij nu ook niet meer prettig voelen in gemengd gezelschap. Snap je wat ik bedoel? Dus het is niet een gemis. Je hebt ook iets, er is iets in je hart dat zwaarder, zeg maar, weegt, waardoor dat dan geen gemis is. Ik weet een beetje hoe jij erin staat. Mm-hmm. Hoe jij het verdedigt, hoe jij je daar goed in voelt in je geloof. En daartegenover staat ook het feit dat meisjes niet meer terugkomen op school. Gewoon een Rotterdamse school voor voortgezet onderwijs. Ja. Omdat ze uitgehuwelijkd worden. Ja. Dat is toch onbegrijpelijk? Ja, dat is ook onbegrijpelijk. Het is niet goed. Wat ik wel zie is dat het is zeg maar veel complexer dan alleen te zeggen van bijvoorbeeld de ouders of de familie zijn de boosdoeners en meisjes en jongeren zijn de slachtoffers. Ik bedoel, tuurlijk, als iemand echt tegen zijn wil wordt vastgehouden of gedwongen of wat, dan is er sprake van een slachtoffer. Maar het is een veel complexer systeem wat te maken heeft met verwachtingen over en weer. Gebrekkige communicatie ook. Want ik ken ook mensen die dus in die situatie zijn geweest, die dat hebben meegemaakt. Maar die dan, als ze zegt tegen hun ouders van, ja, ik wilde dat huwelijk niet. Dat bijvoorbeeld de ouders zeggen van, maar waarom heb je dat niet gezegd? Ja. Snap je? Dus er is soms sprake ook echt van
zeg maar echt zwart-wit, zeg maar harde dwang. Maar vaak is het een veel complexer systeem met een gebrekkige communicatie, verwachtingen. En dat proberen wij ook vooral gewoon bespreekbaar te maken. Want heel veel dingen kun je dus al veranderen met bespreekbaar maken. En ook als je die ouders dus zegt van beste mensen, dit is niet de manier. En je biedt een alternatief. Dan zie je ook dat ouders juist vanuit de liefde van hun, voor hun kind. Want dat is wat hen beweegt. En dus ook die moeders heel graag bereid zijn om dat gesprek aan te gaan, ja, en daarin te veranderen. Helaas uitzonderingen daar gelaten. Tuurlijk. Die heb je altijd dat er andere belangen zeg maar spelen. Ja. Maar terugkomend op de kracht van vrouwen. Ik ben iemand, ik geloof heel erg in bruggen bouwen. Ik zie eigenlijk ook een beetje een opdracht voor mezelf. Juist vanuit mijn achtergrond om daar iets aan bij te dragen. En wat ik daar wel zie, is dat vrouwen praten over het leven. Waar mannen, als ik het vergelijk, eerder over de leer gaan praten. En ik denk juist omdat vrouwen elkaar vinden in van ja, maar wat is het leven? Wat betekent het voor je kinderen? Wat betekent het voor je gezin bijvoorbeeld? Wat wil je in je wijk met elkaar? Dat in ieder geval een kracht is om met elkaar verder te komen. Ja. We kunnen er niet omheen. Belangrijk ook om te bespreken de aanslag in Parijs. Ben je bij de bijeenkomst geweest op plein 1940? Ja, absoluut. Ja. Ben je het eens met de kritiek die ook kwam van een moslima die stond met het bord This is not my God? Dat ze heel erg teleurgesteld was dat er in haar visie zo weinig moslims aanwezig waren. Ja, niet helemaal, want dat vind ik wel jammer. Want ik weet, hè, ook vanuit Spior hebben we dat natuurlijk ook mensen opgeroepen en hebben dat ook teruggekregen, dat iedereen zich heel erg bewust was van nu is het belangrijk dat we daar ook daar inderdaad zijn, samen Waarom? Met de andere Rotterdammers. En dat het ook zichtbaar is dat wij de afschuw en het medeleven delen. Maar alleen dan kom je dus op zichtbaarheid. Ik ken iemand die daar stond, moslima, van Marokkaanse origine dan, maar geen hoofddoek, laat ik het even zo even plat schetsen. En die stond daar en mensen om haar heen zeiden, waar zijn de moslims, waar zijn de moslims? Dus kijk, niet iedereen is zeg maar zichtbaar, bijvoorbeeld zoals ik, met een hoofddoek. Ik ben zelf ook, bedoel, naast dat wij er met in Spior bezig mee zijn, maar ook gewoon persoonlijk natuurlijk diep doorgeraakt. Waardoor was je van slag? Ja, het menselijk leed. Extra schrijnend dat gebeurt in naam van de islam. Terwijl dat, nou ja, dat is dus ook niet mijn islam. Godsdienst en God, die voor mij juist staat voor liefde en barmhartigheid, en menslievendheid, vrede. En dat dit dan gebeurt in naam daarvan. Ook daardoor ben ik heel erg van slag geweest. Ja. Wat nu? Echt bouwen aan vertrouwen, dat moet uitgangspunt zijn. Van waaruit we deze samenleving kunnen koesteren, deze prachtige stad. Ik dank je voor deze ontmoeting in jouw mooie Rotterdam. Graag gedaan.